en de wind rommelt ook nog wat. En dat hier grote consequenties van de eerste start. Want haast alle scooten weer een vierste gauw over de startlijnen. En dat betekent een herstart. En een vertraging dus van goed 20 minuten. Maar dan is er eindelijk het startschot en kan de wedstrijd los op Langwaar. Het wordt een skoft kansje boordwest vanwege de hudde wien en de droegten. Zodat de scooten net al te volle hak kennen jirren. Maar de wedstrijd is los en er kan dus sealed worden. De thuiswetter van Arne Tjerkstra. En hij wil graag weer wat zien letten. Naar dat kreeze tredde plak op ter hinnen. En in die grote vloot is het hutwerkje. Want in de hudde poesters ging er een protte scooten haast op in en heer. Ek grauw docht weer mij, met de oude meest. Just er dus vlak voor de finish uitvallen, grote scoren in de meest. En nou met het oude spul dogen ze heel goed mee hier in dat eerste lange kruisrak. Maar het is de lemmer, mijn alle zwerver, die het nog justjes beter docht. Die kan hem boppen grauw steken. En Sa had er dus het rjocht bij de tonnen, hij mij daar als eerste omhinnen. En de grote vraag wie je vanzelf kennen de scooten die hudde windpoesters aan. Kan de wedstrijd uitvingen worden. Maar voor eerst is het alle zwerver die het spekkeper is. En het is Douwe Visser van Grauw die daar voort achteraan volg je kan. Alle zwerver van de Lemmer. Juster een baaldij. De wedstrijd verlitten en ik hij wil graag revanche. En vlak daarachter zorgen we dat Arne Tjerkstra van Langwaar weer hele goede zaken docht. Hij kan als tredde om een tonnen. En hij is er dus prima bij daar in dat eerste kruisrak. En pas een stukje verder, dan vinden wij de favorieten. Het is Jere Veen voor eerst op het vierde plak, dan Walsijn, dan Snits. En daarna Drachten en de hele mannen. Maar Elsen Ian had de hand vol aan het waar. Maar hier in de Roemerakken is het knap te bezielen. En het is alle zwerver die zijn voorsprong vast houden kan. Alle zwerver van de Lemmer bluwt het scootje van Grauw voor. En hij maakt dus die voorsprong verdedigen. Maar daarachter is het spannend. Grauw om het tonnen. Daar stief achter zit Langwaar. Die kan hem correct ontwijken. Correct net op het helm houdt. En dan kan het gevjocht weer verder gaan. Hier hebben we Woudzijn en het scootje van Snits. Die het deun op elkaar zitten. Maar correct op het tijd kennen ze elk haar kant weer uit. Minder gaat het met Pieter Meter van Bolzert. Hij komt helemaal verkeerd uit bij de tonnen. Hij gaat er boppen oorhennen. Hij lei in eerste instantie mooi bij die eerste acht, maar maakt achteraan sluiten. En dan de volgende situatie. Alle zwerver boppen. Der Njonken zullen we Langwaar. En Langwaar die maakt kniepen, kniepen om de tonnen in te rijden. Die rekt het scootje van de Lemmer. Ken krijgt om de tonnen heen. En dan rijst de grote vraag, waar is hier nou fout? Hier alle zwerver een beetje rond te jammatten of hier aan het Sjerkstraat daar net inkent. In elk geval zullen beide heren de protestvlag hijsen. Maar het is wel Arne Tjerkstra die dus voor eerst het tweede plak oerneemt van Grauw. De Lemmer in, dan Langwaar, daarachter Grauw en dan de rest van de favorieten. En het veld wordt dan al aardig uit was kort. Ja. Het rode vlagje wappert bij Langwaar en ek bij de Lemmer. En ja, wat zou het dan zonde wijzen als dit trots wordt voor een van beiden. Had je zo'n positie haar in de vloot. Grauw die volgt. En het is voor eerst de Lemmer wat staan horen kan. Maar bij deze tonnen is heel goed te zien hoe bot de skippen op het sodemieter krijgen. Want het scootje van Grauw, wat je vlak achter ons zit. Die zorgen ervoor dat de skipper hier weer tevoren krijgt. Het gaat alle keer krijg goed.
Hut het spul los en weer on. Hier te sokken is net zo slim en trossielen. Maar het joeg vol on. Wat er zo noemen dan uit die windpoesterswijk kwam. En dan gaan we naar het volgende cruisrak. Waar Jereveen Tasje mat dat ze een vijfde plekje bezetten. En ek die hebben klauwen om die tonnen net te rijtjen. In die vreemde twirres. Het slag het Pieter Brouwer al je krijgt en hij kan koers horen. Snits zit op het vinkertouw. Maar ek die man maakt een beeligje. En Douwe Visser die maakt ontwerp achterop. Lodewijk Meter, ek die tieten de gangboren vol. Maar hij koert spul oorijn horen. En dan de verrassing, want het is grauw, maar haar oude meis dus, die helemaal voorin het veld waarom te vinden is. In dat cruisrak pakken zij de leerling oer van de lemmer. En voor Ljouwert, maar Jappie Meter gaat het een stuk minder. Want die zal poppen op de tonnen varen. Een strafrondje, dat draait er nog. Let er nog een situatie met de Zuidwesthoeken. Dus hij verliet de wedstrijd. Maar er is niks meer wat grauw in de wei zit. Want Douwe Visser van Grauw, na een pechvol begin, had hij nou toch zijn eerste zege te pakken. Het kan verkeren, zeiden ze dan, hè? Juster sa oorswiert. Grauw dus eerste, de Lemmer, twadde, Langwaar, der Wieder. Tredde, Snits, vierde, Jereveen, mei Pieter Brouwer, waard op het vijfde plak eindigen. Wat zijn de hele mannen, drachten jenne woord, Huzem, Bolset, de Jouwer, de Zuidwesthoeken tredjende. En Jappie Meter, mei Ljouwert, is net finist, dus lijsten. Het algemeen klassement, hek voor jou. 5,8 punten voor Snits, volgetrokken Jereveen zit er deun op, mei 7 punten. Dan de hele mannen, mei 8,9, de Lemmer 10, Grauw 10,9, Langwaar op een zesde plak, mei 14 punten. Dan jenne woord, 18 punten. Drachten 20, Watzijn 20, Ljouwert 29, Huzem en de Jouwer 31 punten, de Zuidwesthoeken 32 punten en Bolset Hindal onderaan 36 punten. Klaas, zo staat het ervoor. Zo staat het ervoor en het is dan wel mooi compact.